Vandaag is het NL Doet, 20 en 21 maart. Ik ben Maria Klein van Stichting Wiel. En Stichting Wiel is de speel in tijdens NL Doet, stuurt de klussen aan, heeft contacten met de verenigingen en probeert zo leerlingen op een leuke manier in te zetten tijdens NL Doet. Maar NL Doet is dus een landelijke vrijwilligersactie. En de bedoeling daarvan is dat het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers wordt gezet. Mijn functie binnen Wiel is ook dat ik dat promoot, het vrijwilligerswerk en mensen ondersteun. En wij waarderen natuurlijk vrijwilligers enorm. Want als die weg zouden vallen in gemeente Elburg, dan zouden heel veel projecten niet bestaan. Dus, maar goed, nu zijn er ruim 100 leerlingen vandaag op de vrijdag. Die worden ingezet op verschillende klussen. En ik sta naast Erik de Ruiten van het Nuborg College. Maar wat is jouw rol eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Wat is mijn rol? Nou, ik ben coördinator van het Nuborg College voor NL Doetdag vandaag. En ook voor de maatschappelijke stage trouwens. En mijn rol vandaag is het bezoeken van de klussen. En kijken hoe de leerlingen het doen. En wat ik heel erg mooi vind is dat leerlingen heel enthousiast zijn om zich vandaag in te zetten. Misschien met een praktische klus, lekker verven of bomen snoeien. Maar misschien ook beautyactiviteiten met wat oudere mensen of sportactiviteiten. Leerlingen mochten zelf inschrijven voor een klus die bij hen past. En daar heb ik ook een rol in gespeeld. Een paar weken geleden hebben alle leerlingen zich ingeschreven voor alle klussen. En wij bereiden de leerlingen daar op school ook bij voor. Van nou, vrijwilligerswerk, waarom doen we überhaupt mee met NL Doet? Hè? Wij vinden het belangrijk als school, ook al identiteit, dat leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk. En NL Doet sluit denk ik heel mooi op aan. En we hebben leerlingen ook echt het belang in laten zien van joh, zonder vrijwilligers kunnen heel veel verenigingen en organisaties gewoon niet bestaan. En de leerlingen zien dat door zo'n dag gewoon praktisch bezig zijn, zien ze dat gewoon echt terug. Maar waar ik wel benieuwd naar ben is, jij bent ook klussen aan bezoeken. Hoe vind je het nu toe gaan? Wat vind je hoe de leerlingen het doen? Nou, ik denk dat het een hartstikke enthousiaste dag is. Dat de leerlingen ook op een leuke manier kennis maken met verenigingen waarvan ze geen eens wisten. Een hondenvereniging, bestaat die uit vrijwilligers? Ja, die bestaan daardoor. Dat ze echt kennis maken en verbazen over wat er allemaal gebeurt in het verenigingsleven. Ik zie heel veel enthousiaste leerlingen. Het weer werkt ook mee, dus daar ben ik heel erg blij om. Want de voorgaande jaren was dat nog wel eens even anders. Dus dat is een beetje mijn ervaring. Vanmiddag ga ik ook nog even heel wat klussen langs. We zijn hier bij, bij het jongerencentrum. En in het jongerencentrum is een hele groep het centrum aan het opknappen en aan het verven en aan het doen. Dus dat heeft ook allemaal leuke plaatjes. Ja. En ik weet eigenlijk niet zo goed of jij dat net nog noemde, maar dit is ook een mooie dag, want het gaat om tweedejaarsleerlingen van het Oosterlicht. Klopt. Maar zij kunnen dit dus ook gebruiken als opstapje voor de maatschappelijke stage. Ja. En de regio Noord-Veluwe doet nog mee met de maatschappelijke stage. Ja. En misschien kun je daar nog even iets kort over zeggen? Inderdaad, de maatschappelijke stage, dat is een onderwerp wat laatst tijd veel ook in het nieuws is geweest. En landelijk zou er misschien een afschaffing zijn van deze stage, maar wij als school hebben gezegd, we willen door blijven gaan. Wiel wilde doorgaan. Ook andere plaatsen in de regio willen doorgaan. En we hebben met z'n allen een soort convenant getekend waarin we in ieder geval de komende 4 jaar op dezelfde manier doorgaan. En deze dag zie ik inderdaad als een hele mooie aftrap voor leerlingen uit klas 2, die in klas 3 hun maatschappelijke stage moeten gaan doen, om alvast kennis te maken en misschien ook te denken van, hey, dit is een hele leuke organisatie waar ik misschien volgend jaar ook vrijwilligerswerk in wil gaan doen. En dat leerlingen nu al kennis maken en zo misschien ook blijven hangen, ook later, na klas 3, als ze geen maatschappelijke stage meer moeten doen, maar om toch zich als vrijwilliger te blijven inzetten. En dat gebeurt nu ook al best wel veel, dus dat is uiteindelijk het doel van de maatschappelijke stage ook, denk ik. Ja. Bij me staan twee leerlingen van Oosterlicht die vandaag op de Voort werkzaamheden gaan doen in het kader van NL Doet. Sander van der Pol en Jumela Straatman, hartelijk welkom. Wat gaan jullie vandaag allemaal doen hier? Nou, ik ga met de bewoners ga ik bewegen, met nog twee andere meiden. Ja, en ik hoop dat het nog leuk wordt. En verder weet ik niet zoveel wat ik ga doen eigenlijk. Jumela, en wat ga jij doen?
Nou, ik ga met een paar andere meiden ga ik lunch klaarmaken voor de mensen die hier wonen. En voor de rest weet ik nog niet zo wat we moeten doen. Misschien mensen voeren of zo, maar voor de rest niet echt iets bijzonders, denk ik. Normaal heb je een gewone schooldag. Hebben jullie gewoon een schooldag vandaag? En nu zijn jullie op locatie. Is dit leuker of zit je liever op school, Sander? Ja, ik weet niet wat ik kan verwachten nu, maar ja, school is niet altijd even leuk. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Jullie hebben net een rondleiding gehad, Jamila. Wat is je opgevallen? Dat er heel veel vlaatjes van Elburg hangen. En dat mensen waarschijnlijk daardoor veel aan hun jeugd denken en zo. Omdat het allemaal oude plaatjes zijn uit Elburg. NL Doet op de Voort. Carla Tichtler staat bij me. De leerlingen van het Oosterlicht hebben net een rondleiding gehad op de Voort. Wat heb je ze allemaal verteld? Nou, we hebben ze een stukje van de Voort laten zien. We hebben de snoezelruimte laten zien. Dat is een mooie ruimte waar de mensen tot rust kunnen komen. Daar wordt een stukje individuele aandacht aan ze geboden. En om toch even van de afdeling te zijn, nemen we de mensen vaak mee naar de snoezelruimte. En ik heb ze de woonkeuken laten zien. Dat is eigenlijk een vrij nieuwe aanwinst van ons. Hij is heel ouderwets ingericht vanuit vroeger, dus heel herkenbaar voor de mensen. Nou, daar worden activiteiten gedaan, daar gaan we af en toe bakken of we gaan er wat koken. Soms gaan we de soep koken, dat de mensen mee kunnen helpen met snijden. En nou, de mensen voelen zich daar prettig, omdat het gewoon vanuit vroeger herkenbaar is. Janita, NL Doet, is dat belangrijk voor de Voort? Nou, dat denk ik wel. Ik ben van mening van wel. Ik bedoel, de kinderen die komen hier nu voor het eerst en die leren daarvan. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat we dus personeel blijven houden. Dat mensen ook zien wat binnen de Voort gebeurt. Dat ze dat ook weer buiten de Voort vertellen. En op school, dus andere kinderen vertellen wat ze meegemaakt hebben. Thuis vertellen wat ze meegemaakt hebben. En ook een idee krijgen van, dan klopt mijn beeld van een verpleeghuis of juist niet. Ik bedoel, dat ze dus op die manier leren ze er heel veel van. Nou, en natuurlijk, de mensen hebben een topdag vandaag. Die krijgen heel veel aandacht. En aandacht is iets wat waar ze blij van worden. Ja. Dit zijn kinderen die dus aan het begin staan van hun carrière. Is hun beroepskeuze misschien ook nog belangrijk? Of wordt dat belangrijk na het bezoek aan de Voort? Ik hoop dat we de leerlingen er heel enthousiast mee kunnen krijgen. Dat ze in de zorg willen meehelpen. En dat ze ook het belang zien van waarom er zoveel hulp nodig is bij de mensen. En al is het niet voor hun opleiding, dan gewoon als vrijwilliger. Ik denk dat dat ook heel leuk kan zijn voor ze. Janita, de inleiding is net geweest. Ze hebben allemaal wat te drinken gekregen. Ze gaan nu aan het werk. Wat gaan ze doen? Nou, ze worden op verschillende locaties in het huis hebben ze een taak gekregen. Dan gaan een aantal naar het atelier, waar ze dus creatief bezig gaan zijn met een aantal mensen. We hebben een afdeling waar heel veel bewegingsactiviteiten gedaan worden. Nou, spelletjes, ook eenvoudig, hè, wat de mensen kunnen. En zij gaan ze dan begeleiden. De beauty salon. Dus dan dat de mensen even lekker verwend worden, lekker aandacht krijgen, met de handen even masseren, nagels lakken. Gewoon even lekker hun aandacht krijgen. Dus dat zijn de verschillende dingen. En op de dagbehandeling worden de sandwiches gemaakt. Oh, lekker eten, dat wist ik dus niet. Ja, inderdaad. Ja. Dit is een stukje vrijwilligerswerk eigenlijk. Of althans, misschien wel een opleiding tot vrijwilliger. Is het belangrijk om kinderen heel vroeg erbij te betrekken dat alle zaken niet vanzelfsprekend gaan, maar dat we zonder vrijwilligers eigenlijk in Nederland niet meer kunnen bestaan? Ja, ik denk de hulp is steeds meer nodig van vrijwilligers en familie- en mantelzorgers. We kunnen natuurlijk niet alles van het personeel en de mantelzorgers verwachten. Dus in dat opzicht, ja, hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen bieden voor de mensen. En ja, hoe prettiger de mensen zich voelen.